Nu komen we weer bij het visparadijs en de grote karpers. Deze sessie heet Visparadijs in zicht. Door oude bekenden Joep de Leeuw van Wageningen Marine Research en Casper van Leeuwen van het NIO. Jullie gaan ook de Mentimeter gebruiken, dus weer een oproep aan het publiek. Hou je telefoon erbij, want dat levert echt met name voor de sprekers enorm veel meerwaarde op om die resultaten mee naar huis te nemen. Dus doe een goede daad en doe mee. Alsjeblieft, begin. Dankjewel. Ik ben Joep de Leeuw. Ik werk bij Wageningen Marine Research en daar werk ik vooral aan het zoete water. En heel veel onderzoek in het IJsselmeer. Veel aan vis, maar met ook met een schuin oog naar vogels. En ik ben Casper van Leeuwen van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En ik zit op dit Marco Wadden project, waarbij ik in een natuur in productie onderzoeksprogramma het voorrecht heb om te kijken hoe het met de vissen gaat en wat Marco Wadden voor de vissen kan betekenen. Zo'n aquatische ecoloog. En samen zijn we regelmatig het veld in en kijken onder andere hoe het nu met de visstand gaat. Daar zijn we eigenlijk al 2 jaar mee bezig. En vorig jaar hebben we de eerste onderdelen al proberen een beetje op in te zoomen. En vandaag willen we dan u meenemen, zeg maar, kijken van een visparadijs. We hebben het vaak over een vogelparadijs, maar wat is nou eigenlijk een visparadijs? Kijk, ik moet de klikker gebruiken. En dan komt er als het goed is het volgende beeld. Even kijken. Ik zie hem niet op mijn laptop. Ik zie hem daar, maar niet op mijn laptop. Mag het zo? Nee, dat mag niet. Ga ik het nog een keer proberen. Nu, kijk, een visparadijs. Waar we het vandaag over gaan hebben. En daar gaan we eigenlijk, gaat het om drie vragen. Van wat is nou eigenlijk een visparadijs? En als we daar een beetje een beeld van hebben. Ja, hoe creëer je nou een visparadijs? We leggen eilanden aan, maar er wordt nog alle beheer gevoerd. Dus zowel de aanleg als beheer. Heb je mogelijkheden om te kijken van hoe maak je dan een visparadijs? En natuurlijk voor wie? Voor wie ervaart dat dan als een visparadijs? Maar om te beginnen met de vraag, wat is een visparadijs? Een vogelparadijs wordt het meest genoemd zoals gezegd, maar een visparadijs wordt soms dan in één adem meegenoemd. Maar hoe zit dat nou precies? En wat is dat dan? En eigenlijk is dat direct ook de vraag waarmee we jullie lastig willen vallen met de Mentimeter. Die meet wel van alles inderdaad. Het is een soort van multimeter, heeft u al gemerkt. Er wordt voor alle soorten onderwerpen wordt ingezet. Maar de Mentimeter. Dat is een open vraag voor iedereen. Ik hoop dat iedereen inderdaad, ook mensen die net aangeschoven zijn, bij de www.menti.com, zeg maar, en dan die code daarboven, kunt u inloggen. En voor de mensen die al wat langer mee zijn, die hebben dat al direct door natuurlijk. En eigenlijk is dan direct de eerste vraag, wat is eigenlijk het belangrijkste kenmerk van een visparadijs? Wat maakt er eigenlijk een visparadijs? Wanneer spreken we van een visparadijs? En ik zie dat gaat direct helemaal goed. Als er water is, zie ik. Als er water is, dat lijkt me inderdaad voor vissen. Precies. Ja, een kraamkamer voor jonge vis zie ik hier. Dat vis een levenscyclus kunnen voltooien. Een snackbar voor vogels en vissen. Kijk, dat is, het is niet alleen voor vissen zelf. Ik ga even een brilletje erbij pakken. Er komen wel mooie dingen bij. Veel soorten die je verwacht in helder water. Variatie. Paaigebied. Ondiepe zones. Dus ik zie inderdaad heel veel inderdaad, over hoe een habitat eruit ziet. En dat soort dingen. Zijn er mensen die ook wel denken ook nog aan wat voor wie moet het dan zijn? Wanneer, wie... Even kijken hoor. Grote reproductie van vis. Verschillende leeftijdsklassen. Vis hotspots van het Markermeer, waar oude vis heen gaan. Oude vissen. Ja, oude vissen die gaan daar een beetje rentenieren. Ja. Habitat, diversiteit, structuur. Heel veel vissen. Zo, okay. Genoeg ideeën. Ja. Nou, dit zijn wel mooie antwoorden. Hier gaan we het zo meteen over hebben ook. Dus dat komt heel mooi uit. Schikt voor alle stadia en een grote soortenrijkdom. Okay. Mooi. Ik denk dat we even terug kunnen schakelen naar de volgende vraag. Ik zie in ieder geval de hele breedte van belangrijk voor jonge vissen, voor verschillende functies en diversiteit. Even kijken hoor.
Ik ga eigenlijk... Je wil naar de volgende mentie vragen, toch? Ja, dat, laat het even naar deze meteen ook maar meenemen, inderdaad. Er zijn ook nog wat ideeën die je over de vogels voor die vissen kunt hebben, zeg maar, voor wanneer we dat als een paradijs ervaren. En maar eigenlijk gaat het ook over wie ervaart het dan als een visparadijs. En ook van, dit is de vraag die nog, die had niet welke mate van beheer. Deze vraag komt veel te vroeg. Die had aan het eind gemoeten. Even kijken. Voor wie moet het een visparadijs zijn? Kijk, dit was de vraag. En hier, ik had nog niks hoeven zeggen. Nu is de vraag inderdaad, die loopt helemaal. Voor wie moet het een visparadijs zijn? Dan had ik een aantal voorbeelden in mijn hoofd al, zeg maar. Zo van omdat er heel veel geïnteresseerden zijn. Ik zal een paar even langslopen, terwijl jullie gewoon allemaal door kunnen noemen. Is voor een beroepsvisser. We hebben al beroepsvissers eeuwenlang die gebruik maken van het water. Een sociaal-economische rol daarin hebben. Is het de sportvisser? Er zijn ontzettend veel sportvissers die graag grote vissen willen vangen. En er zijn er wat minder van. Heel veel mensen die daar op die manier echt direct in contact komen met vissen. Maar die zeggen, mensen die echt heel direct ook dat beleven. Hebben onderzoekers. Moeten die inderdaad iets zeggen over dit visparadijs? Onderzoekers die hebben natuurlijk een rol om het objectief te beoordelen. Om de overheid, want die heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid via de Europese wetgeving, via Natura 2000 doelstelling of de kaderrichtlijn water. Moet die dan beoordelen of we dan een visparadijs hebben? Of een toerist die of de bezoeker zeggen we meestal, mensen die op Markenwadden komen, kunnen die dat dan ook zien en beleven, zeg maar? Hebben we praten van een visparadijs? Of de vogels? We zien dat die scoren hoog, zie ik bij u. Een visparadijs is een visparadijs als we een vogelparadijs hebben. Dus dat vis als voedsel voor vogels is inderdaad een heel belangrijk item ook. En anders. En nou, we kunnen niet direct in contact. Mensen die anders ingevuld hebben, maak vooral gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen. Dan krijg ik ze straks via Sascha wel te zien wat u dan anders had gedacht. Zullen we het zo doen? Ja, dankjewel. Prima. Dank jullie wel. Dan even terugzaken naar de presentatie. Want we hebben nog een Mentimeter vraag, maar die komt aan het einde nog een keer. Dus uw telefoon is niet helemaal wegleggen. Dan ga ik naar het volgende plaatje. Dat waren de Mentimeter vragen. Oké, dat is dat. Eigenlijk hebben we deze al genomen. Ik ga er eventjes langs voorbij. Waar we nu even wat aandacht aan willen schenken is eigenlijk van het soort onderzoek waar we dan nu mee bezig zijn. En het gaat inderdaad om die gedachte van enerzijds het onderzoek waar we mee bezig zijn is gevoed vanuit het idee van dat het vis en bent als voedsel voor vogels. Dus die link met vogels en een bredere natuurfunctie is heel duidelijk, maar ook voor de vis op zich. En vooral wat we dan proberen te onderzoeken is hoe die nieuwe habitat, dus die nieuwe milieus die gecreëerd worden bij de aanleg en bij het beheer van Markenwadden. Wat dat nou betekent als paai- en opgroeigebied. We zagen in de Mentimeter ook dat veel mensen dat ook als een heel belangrijk iets zien. Maar wat zijn dan die habitats? We zagen al in de eerdere presentatie enorme variatie in slik en zand en in hoogteliggingen. En dat creëert natuurlijk allerlei verschillende habitats. Dus dat is moeite waard om te kijken van... welk deel van die variatie wordt dan op een bepaalde manier benut. Daarnaast is het ook interessant om niet te kijken zo van hoe zien wij zeg maar, verschillende habitats, maar ook hoe zien die vissen dat zelf? Hoe maken ze daar gebruik van? Individuele vissen die ons bij wijze van spreken de weg wijzen. Daarvoor hebben we vissen met zendertjes uitgerust. En die kunnen ons dus vertellen van welke keuzes ze dan maken. En we kijken dan ook eens met een schuin oog in het bredere kader van wat is dan, zeg maar, dan vervolgens de betekenis voor vogels en ook met de relatie met omliggende gebieden. Kijk naar het volgende plaatje. Casper, ja, voor jou. Zal ik een stukje vertellen? Ja.
Ja, aan mij de eer om wat te vertellen over de onderzoeken wat we aan het doen zijn met een team wat gegroeid is, doordat we allemaal geïnteresseerd zijn in die vissen op de Markerwadden. En dat is samenwerking met Joep van de Wageningen Marine Research, ik van het NIOO en dan Sportvisserij Nederland. Dus met z'n allen zijn we dat aan het ontrafelen. Dit is een plaatje van het veldwerk. En wat we eigenlijk specifiek willen weten. Ja, de volgende slide. Als je nou als vis naar die Markerwadden kijkt, dan voor ons zien we natuurlijk alles wat boven de waterlijn zit. Maar onder water is er ook een heleboel gebeurd. Daar hebben we vandaag ook al het een en ander over gehoord. Je ziet op het plaatje, zie je bijvoorbeeld rondom de eilanden, zie je ook hele diepe putten die gegraven zijn om die slip uit te halen. We zien dijkjes van zand en we zien stukken met heel veel slip erin. Dus je hebt heel veel variatie in sedimenttypes. Je hebt variatie in waterdieptes. Het Markermeer staat erom bekend dat het gewoon overal homogeen 4 meter diep is. Maar voor zo'n vis is het misschien ook wel eens interessant om naar een gebied te gaan waar het ondieper is. Of ja, het juist een stuk dieper is. Dus wij proberen in kaart te brengen hoe die vissen, die heterogeniteit die toegevoegd is door het Markerwadden, hoe die gebruikt wordt door de vis. En dat doen we en voor welke soorten dan? Op verschillende manieren. En daarbij onderscheiden we eigenlijk de vissen over het seizoen heen, over het hele jaar. Want voor een vis is het belangrijk om in de winter een soort gebied te hebben waar je kan rusten, in een rustperiode. In het voorjaar ga je natuurlijk op zoek naar een voortplantingsgebied, dus een paaigebied. En je wil ook, als je een jonge vis net uit het eitje gekomen bent, wil je graag fourageren en snel groeien. En daarbij kijken we dus nu van hoe kunnen die Markerwadden nou bijdragen aan zowel die rustperiode als aan die paai opgroeiperiode als aan die echte groeiperiode. En daarbij kijken we dan vooral naar voedsel en veiligheid als belangrijke aspecten voor vissen, wat ze zouden kunnen gaan zoeken in het Markermeer. En een van de dingen die we daarvoor gedaan hebben, is in februari, maart, april, in de winter hebben we vissen gevangen met een zegen. Dat zei ik vanochtend ook al eventjes over tijdens ons filmpje. We hebben 90 vissen gevangen, baars, snoekbaars en blankvoorn. Die waren eigenlijk paaierijp toen we ze vingen. Grote volwassen vissen die specifiek naar de Markerwadden toegekomen zijn om zich voor te planten. En daarbij zijn we geïnteresseerd in hoe gebruiken ze nou de Markerwadden voor hun voortplanting. En met brasem en winden hebben we ook gevangen. En daarvan verwachten we wat meer dat ze regionale functies, dus dat ze ook het Markermeer op een grotere schaal gebruiken en dat ze Markerwadden even aandoen voor andere redenen dan paai. Maar dat zijn we dus aan het uitzoeken. Op het plaatje zie je eerst een operatie van het inbrengen van een zendertje in de vis. Een klein sneetje en dan een klein zendertje erin. Dat blijft elke anderhalf minuut een akoestisch signaal uitzenden. Het zendertje zie je in het middelste plaatje en rechts zie je een ontvanger. We hebben op 16 verschillende plekken rondom de Markerwadden hebben ontvangers geplaatst. Die daar luisteren naar of die vis er zit of niet. En die ontvangers op strategische plekken geplaatst. Linksboven baars, linksonder een blankvoorn. En die gele pionnetjes in het plaatje zijn ontvangers. Die al voor ook andere projecten dan Markerwadden geplaatst zijn om te luisteren naar vissen met zo'n zendertje. Dus als een vis die we zo'n zendertje gegeven hebben op de Markerwadden een stuk gaat zwemmen en die komt in het IJmeer terecht of dergelijks, dan weten we ook dat die vis daar naartoe gegaan is. Dus dat is op de regionale functie. En daarnaast hebben we extra zenders nog geplaatst op de Markerwadden zelf tussen de eilanden. In allerlei verschillende dieptes. Het lijkt allemaal water tussen die eilanden, maar er zijn gebieden van 1 meter diep, een half meter diep, van meerdere meters diep. Wat ik al zei, allerlei verschillende sedimenten. Waar gaan die vissen nou? Waar gaan die volwassen vissen nou zitten? En daarnaast hangen er, zie je onderaan een plaatje, nummer 18, zo'n groen ballonnetje. Dat hangt, dat is een ontvanger en die hangt in de buurt van de diepe putten die gegraven zijn. Omdat we ook zien dat er veel uitwisseling is van vis die we in de haven. En dan gaan ze weer eens even naar die diepe putten en dan gaan ze weer even naar de haven. Dus daar moet je ook in kaart brengen hoe die diepe putten eventueel gebruikt worden. Dus hangt aan een Rijkswaterstaatpaal, daar hangt ook nog een ontvanger. Toen drukte ik op het verkeerde knopje. Even kijken. Klopt. Dan heb je dus die volwassen vissen. Dan weet je waar die volwassen vissen gaan voortplanten.
dan willen we ook kijken of daar dan, wat er dan gebeurt met die larven die eventueel uit die eitjes komen. Dus hebben we op verschillende plekken, 20 verschillende plekken, hebben we bemonstering gedaan met het zegen en met netten en dergelijke. Moeten kijken van waar gaan nou die larven zitten, van welke soorten. En wat voor soort gebied is nou de meeste meerwaarde voor de voortplanting van vissen in het Markermeer. Dat is een plaatje van waar we die bemonsteringen allemaal gedaan hebben. Dus zowel aan de westkust als de noordkust als de oostkust. Dus op het effect van de luwte. En dan willen we erachter komen wat nou het meest geschikte gebied is voor de verschillende vissoorten. Is het nou zandig of slikkig sediment? Wel of geen vegetatie? Welke vegetatie? En wanneer gaan die vissen er zitten? Dus we hebben in mei, juni, juli, augustus zijn we door de tijd heen vissen aan het volgen. En behalve dat ik vanochtend in het filmpje ook al probeerde uit te leggen, is dat het natuurlijk interessant is dat die vis daar gaat zitten voor de. Maar dat we ook willen weten waarom die er zitten. En daarom is er niet alleen maar die vislarven, maar ook wat voor voedsel er beschikbaar is in die verschillende subgebiedjes voor de larven. Zoals zooplankton, macrofauna, de productie van phytoplankton en de abiotiek. Op die manier hopen we erachter te komen wat voor type habitat nou eigenlijk het meest geschikt is voor vissen en wat de meeste toegevoegde waarde heeft voor vissen. Dus welk deel van de Markerwadden het meest oplevert voor jonge vis en als kraamkamer voor de vis. In 2019, vorig jaar, hebben we ook al het een en ander gedaan. En daar gaat Joep nog even verder over vertellen. Ja, de meeste habitats zoals ze er nu bij liggen, dat is natuurlijk eigenlijk typisch een pionierssituatie. Er zijn nog heel veel plekken met kaal zand. Er zijn al grote moerasandijvievelden. Er zijn hier en daar plukjes riet. En als we daar proberen te kijken door de ogen van die vissen, dan jonge vis, wat wil die hebben? Dat is veiligheid en voedsel. En eigenlijk gewoon een warm badje. En dat is misschien wel een beetje het warme badje. Daar begint het eigenlijk een beetje mee. Die zijn die hele ondiepe stukjes. Die in het voorjaarszonnetje staat erop. Al voor warm water zorgen. En die zijn zo ondiep dat grote vissen er nauwelijks kunnen komen. Dat is heel aardig om te zien. Een van de leukere plekken is bij het kijkscherm. In het noordelijk gedeelte van het hoofdeiland. Daar kun je vaak al paaiende karpers zien. Je had ze in de haven ook al tussen je voeten nog maar wat. Dat was ook daar, bij het Aalscholverscherm. Ja. Bij het Aalscholverscherm. Dat is op dit moment een populaire plek en die voor iedereen ook goed zichtbaar is. Ja. Het is daar heel ondiep. Vorig jaar was het nog een echt groot moeras aan Dijvenveld. Het is in dit jaar ietsjes kleiner. daar komen ook allerlei soorten vissen inderdaad als je daar larven gaat verzamelen. We vonden daar winders en bankvoors en... maar wat we ook vonden, dat was een beetje vreemd, dat waren dooie snoeken en dooie blankvorens. Het is daar zo ondiep, de wind was op een gegeven moment, dat was vorig jaar dus, de wind kwam op een gegeven moment uit de verkeerde hoek. Waarschijnlijk waren ze de ondiepte opgegaan om eieren te leggen. En als de wind net verkeerd staat, dan valt het droog, want dan komt het waarschijnlijk niet meer terug. Nou, dat kan gebeuren, het kunnen een paar slachtoffers zijn, maar het is duidelijk dus dat grote volwassen dieren die willen paaien, die ondieptes opzoeken en daar best wat lef voor moeten hebben om daar te kunnen paaien. Maar dat blijven ze natuurlijk niet, dan heb je diepe water nodig. Maar zeg maar, dit is dan een van die plekken die op dit moment heel interessant is. En dit idee is ook van die grote oppervlakte met vegetatie die luw zijn en lekker warm in het voorjaar. Dat goede kraamkamers zijn of paaiplekken, zeg maar. Maar vissen groeien en nogal hard. En even iets over wat voor soorten we dan vinden. Ik zal u niet allemaal vermoeien met allerlei soorten vis, maar... elk kleurtje is eenzelfde soort. En dan zie je inderdaad dat er afhankelijk van de tijd van het jaar wanneer je dat meet. Sommige soorten zijn wat vroeger, zoals baarzen en snoefbaarzen. En de karperachtige visjes en blankvorens, die zijn wat later. Maar die vissen verplaatsen zich ook. Ook als ze klein zijn, gaan ze op zoek naar andere habitats. Die habitats die ontwikkelen zich ook. Maar langs die ondiepe oeverzones kom je dus behoorlijk wat soorten tegen. En soms heb je een schooltje van ontzettend veel vissen. Soms heel veel winders of soms heel veel blankvorens. En sommige ook heel veel driedoornige stekelbaars. Dit jaar vangen we veel meer baarsjes dan vorig jaar. Dat is dan een aardig verschil. En hier kwamen we vanmorgen al even over. De haven. De haven is eigenlijk ook een gebied voor iedereen toegankelijk. En waarom is dat nou zo leuk?
En denken we dan, de vraag was toen van, wat is nou, wat was dat nou, was dat het paradijs, of het meest, de grootste verrassing? Dat is misschien dat de haven eigenlijk, ja, waarom is dat dan? Was ook een van de vragen. Maar waarom komen we daar nou zoveel van die leuke vissen tegen? Enerzijds is aan de linkerkant, je kunt het nog een beetje tussen de bouwactiviteiten zien en de pontons, daar zie je zo'n rietstrook. En riet, dat is dat mooi in het water. Dat biedt dus een structuur die veilig is en waar vissen hun eieren op af kunnen zetten en waar de jongen zich betrekkelijk veilig voelen en waar ook heel veel voedsel voorkomt. En tussen de steigers daarnaast, een beetje aan de rechterkant zie je, daar ontwikkelt zich, dat is het nu volop bezig, ontwikkelt zich fonteinkruid. En fonteinkruid, dat is echt zo'n zomerplant, dat staat 2-3 maanden. Maar dat biedt ook heel veel schuilmogelijkheden. En dat zorgt ook dat het slipgoed vast blijft zitten. Dus je ziet, kunt ze zelfs als je vanuit je plezierbootje zeg maar, over de steiger loopt, kun je de schoolde vissen daar zien zwemmen. En als je langs de kant dan kijkt, dan zie je ook dat er heel veel voedsel is. Van grote watervlooien en aasgarnaaltjes bijvoorbeeld. En de haven is ook relatief diep. En dat vinden die vissen in de winter en in het voorjaar prettig. Een grote vis zich daar ook thuis kan voelen. Een paar meter diep, zoals die schepen zonder problemen daar aan kunnen landen. Dus eigenlijk die habitatdiversiteit, die is heel erg groot in de haven. Zowel oude als jonge vis vult zich daar thuis. En dat is misschien wel een beetje de crux waar we een beetje naar op zoek zijn. Dan loop ik een beetje op het verhaal, op ons onderzoek vooruit. Ja. Is het schakelen, denken wij, van tussen bijvoorbeeld die rietvelden, het hele ondiepe goede plekken, naar dicht in de buurt plekken die wat dieper zijn. Die fonteinkruidvelden, die staan op 2-3 meter diepte. En als je zo'n mozaïek van die verschillende habitats hebt, dat die vissen dus snel kunnen schakelen en van zo'n mozaïek gebruik kunnen maken. Wij denken dat dat de crux is. Nou, dat gaan we dan zien of we daar gelijk in hebben. Zoals gezegd, ook hier heb je een aardige variatie aan soorten. In het moment vang je heel veel baarsjes en postjes en de volgende keer veel meer blankvorens. Dat moeten we allemaal gaan zien, zeg maar. Het is ook een beetje de kunst van waar je toevallig kunt vissen. Wat ook nog even genoemd werd, bij de aanleg van Markerwallen heb je natuurlijk zand en slik nodig en die komen uit die putten in de omgeving. Die putten op zich die zijn heel interessant. Die zijn behoorlijk diep. Sommige stukken die zijn wel tot de meeste rond de 20 meter diep. En sommige zelfs hier en daar tot 35 meter diep. En als je daar overheen vaart, je hebt een soort zo'n echo, zo'n sonar. Dan zie je er allerlei echo's, zeg maar, van je vermoedt dat vis zijn. Dat hebben we in augustus bekeken ook. Met de netten doorheen te halen en met geavanceerde hydroacoustiek heet dat, zeg maar. Dat zijn van die pingetjes waarbij je eigenlijk contrasten tussen lucht en water onderscheidt. En lucht en water, dat zijn die zwemblaasjes. En vissen hebben een zwemblaas om een beetje stabiel te kunnen zijn. Dus wat we eigenlijk meten zijn de hoeveelheid en de grootte van de zwemblazen die we zien. Nou, kleine visjes hebben kleine zwemblaasjes, dat zijn die blauwe puntjes. En grote vissen hebben grote zwemblazen en dat zijn die grote punten. En die grote punten, dat blijken dus baars en snoekbaarzen te zijn. En die kleine puntjes, het waren allemaal kleine baarsjes en vooral heel veel spiering. Dus die voelen zich daar blijkbaar veiliger in die putten ook. Ik denk niet dat het nou helemaal vol zit met voedsel, maar wel dat ze zich daar heel veilig voelen. En zit er veel van die kleine vis, kleine vorentjes en vooral zeg kleine baarsjes en spiering. Dan komt er ook grote vis, de roofvis, op die kleine vis af. En als er veel roofvis is, heel veel snoekbaars en baars, dan komen er ook vissers op af. Dus die zandwindputten die zijn in een deel van het jaar heel goed herkenbaar aan de hoeveelheid visnetten die er omheen staan. Dus als je even niet weet van waar die zandwindputten liggen, moet je kijken waar de netten staan. Maar dit terzijde. En zoals Casper net al zei, we zien ook dat bijvoorbeeld brasems en blankvorens, wat andere soorten noemde je? Windebaars en snoekbaars. Ja. Die maken allemaal een beetje gebruik van die zwemmen heen en weer. Ja, dat is de eerste resultaten van die zenderonderzoek. Het is allemaal prematuur, want we moeten die ontvangstation nog uitlezen. Maar we zien in ieder geval dat ze regelmatig gebruik maken en heen en weer zwemmen tussen Markerwallen en die zandinput. Ja, we hebben nu de kans gekregen om drie keer met een mobiele ontvanger, om drie keer boven die zandwindput even met de motor uit zo'n mobiele ontvanger te laten zakken. En elke keer zat er eigenlijk vis in. Eén keer drie, één keer twee, één keer één. Vissen in die diepe putten. Met name brazen inderdaad, maar ook blankvorm. Mm-hmm. Dus
ja, het lijkt dat er een uitwisseling is tussen de havengebied, dat ze een beetje die ondieptes opzoeken, en dat ze dan weer even in die zandputten gaan zitten. Dus, maar goed, de permanente hydrofoon, als we die gaan uitlezen, dan wordt het pas echt spannend. In augustus gaan we dat doen. Dan is overal die hydrofoons, maar die moet je dus fysiek uithalen en uitlezen en van batterijen voorzien, voordat je precies alle gegevens weet. En bij Markenwadden konden we dat doen, maar van het hele gebied nog niet. Maar Markenwadden hadden we wel onze brazens vanuit Lelystad en Enkhuizen gezien. Ja, dus precies. Het is al duidelijk dat die uitwisseling op grote schaal, dat die plaatsvindt. Ja. We verwachten daar nog veel meer van. Dan ga ik even nog een andere vraag verder. Ja, verder vragen ook mensen altijd, zo'n visparadijs gaat vast om heel erg veel soorten. Vanaf het eerste jaar zagen we er al 20 soorten vissen ongeveer. We denken ook dat de meeste soorten zich daar ook wel voortplanten. Tegelijkertijd is het misschien wel goed om te weten dat tot nu toe hebben we nog geen soorten vastgesteld waarvan we niet eerder die in de Markenmeer hadden gezien. Het Markenmeer wordt heel soms gezien als een ongelooflijk, of misschien iets te vaak, als een hele saaie bak waar niks te beleven valt. Tegelijkertijd komen er 30 soorten vissen voor. We hebben IJmeer, randmeren en stukjes waar een natuurlijke oever is. De diversiteit is misschien nog wel groter dan je dacht, maar misschien niet op een schaal die heel interessant is. Dus veel soorten komen voor. We verwachten ook niet direct hele spectaculaire soorten, maar wel... is het interessant om te volgen van voor welke soorten gaat dit nou een boost geven, omdat we extra habitat creëren. Dat is eigenlijk waar we dan nou op zoek zijn. Dat is een heel idee, zeg maar, van waar staan we nu? Hebben we nou inderdaad, en dat was ook de titel van het verhaal, hebben we nou een paradijs in zicht? En ja, dat is even de vraag, hoe ver kan dat gaan? Wanneer, we zagen al van het visparadijs, we hebben het over veel grote vis, over veel diversiteit, veel vogels die er blij mee zijn. Maar we zijn tegelijkertijd nog in de pioniersituatie van vooral nog veel zand en slik en nog hier en daar een plukje riet en wel fontein, of, wat fonteinkruidvelden en dat soort dingen. Maar we kunnen natuurlijk ook over de grens kijken van die hele Markenwadden en dat idee. Dat is niet uit de lucht komen vallen. We hebben een idee van uit andere meren, wat natuurlijke meren, van hoe dat zou kunnen werken. En één daarvan, zeg maar, dat is misschien even de toekomstbeelden, waarbij je zou kunnen eiken van hoe ver is dat visparadijs nou in zicht of niet, is bijvoorbeeld het Pijpsiemeer op de grens van Estland en Rusland. Vooral de Russische kant, een heel grote rietvelden en je hebt heel veel natuurlijke oevers. Hier zie je daar een beetje een inspiratie van. Er komen allerlei soorten vissen voor die grotendeels hier ook voor zouden kunnen komen. Dus dat is een van die beelden van, nou, daar zijn we nog niet, maar misschien. En een ander soort beeld is ook denk ik een heel aardige, is die wordt wat minder vaak genoemd, is de Donaudelta. Zeker als je de link wil leggen met een vogelparadijs, is vissenparadijs een vogelparadijs. Daar heb je enorme kolonies met aalscholvers, met pelikanen die we ook heel graag willen hebben. Die zitten allemaal te goed doen aan vis. En het interessante hier is denk ik ook om te kijken, dan heb je ook enorm veel rietvelden. En grappig is dat het niet alleen maar rietvelden zijn of landviervelden. Het riet staat niet alleen in het water, maar het riet dat drijft in het water. Dat is misschien nog even een dingetje wat... ik heb dit zelf gezien, een foto die ik zelf gemaakt heb. Dat was ook erg leuk natuurlijk, omdat ik dat een keer echt zo mee kon maken. En wat je zag gebeuren is dat al die aalscholvers en pelikanen, die jagen al die vis op, die eten gigantisch veel vis. En al die vis, die gaat allemaal, die zoekt zijn veiligheid in dit riet en onder het riet. En er staan ook wel wat reigers en zo. Je ziet op een gegeven moment helemaal daarachter, in de achtergrond, een hele witte vlek van al die pelikanen die al die vis nog uit het riet proberen te scheppen. En die vissen die duiken daaronder. Die aalscholvers en die pelikanen, die doen dat één dag of misschien twee dagen. En dan zijn al die vissen uit beeld. Dus die gaan naar een andere meer toe. En dat is natuurlijk heel aardig. Die kunnen dan van andere meren gebruikbaar en later komen ze weer op terug. Een heel soort dynamiek die heeft te maken met die drijvende rietvelden. En dat is natuurlijk een heel specifiek habitat, maar misschien moet je wel aan zover denken. Ik heb daar nog een laatste vraag eigenlijk over, die ik graag met jullie wilde delen. En dat is, even kijken, de vraag van welke mate van beheer is wenselijk om een visparadijs te creëren? Even kijken. Oké, het is een open vraag geworden. Ik
zie. Ja. Nou, dat is ook prima. Ik had zelf van vier wat extreem. Je kunt denken zo van, ik noem ze wel even om jullie te inspireren. Dan kijken we waar we uitkomen. Je zou kunnen zeggen, we voeren geen, of hoegenaamd geen beheer. Laat de natuur nou zijn gang maar gaan. Als we hebben eilanden aangelegd, daar zijn we nog een beetje mee bezig. We gaan dat een beetje fijn slijpen. Maar de natuur moet het zelf maar doen. We kijken wel wat er gebeurt. Het andere is een variant is even, een beperkte vorm van beheer is wel nodig. We moeten toch niet te veel erosie hebben. En we moeten wel een paar dingen doen. Als die wilgopslag is misschien niet zo handig. Misschien toch een beetje meer richting riet. Moeten we wel aanplanten. Een beetje beheer, een beetje sturen. En dan kijken van hoe goed dat gaat. Of je denkt zo van, ja, sorry, we moeten flink ingrijpen. Die rietmoerassen zijn ongelooflijk belangrijk. Maar we zitten met waterstandsniveaus die we moeten beheren. En dat komt allemaal niet vanzelf. We moeten compartimenteren. We moeten de Oostvaardersplassen eraan koppelen. En dat soort dingen. Grote ingrepen in het waterbeheer. Anders krijgen we niet het visparadijs wat we willen. Of moet het zo zijn, zo van, ja, zelfs dat. We moeten realistisch zijn, dat kan allemaal niet. Het moet gewoon kunstmatig. Als we die rietmoerassen niet kunnen creëren omdat het ingewikkeld is, dan moeten we misschien andere dingen in het water gooien. We gooien de bomen in, we maken er misschien kunstmatig dingen. We hebben het over kunstriffen, we kunnen gekke bodemstructuren aanbrengen. We gaan de Oostvaardersplassen eraan koppelen met vishevels en weet ik wat. Dus kunstmatig, het moet maar, omdat het even niet anders kan. Maar we willen wel graag dat beeld hebben. Dan heb ik een heleboel gesproken en heb ik ondertussen niet gekeken wat jullie voor mooie antwoorden binnen. Kasper, heb jij gezicht op wat mensen zijn? Nou, allerlei variaties, maar ik zie wel langskomen structuren aanbrengen. Dus inderdaad die heterogeniteit, ongelijke diepten. Werd ook in het begin een paar keer geroepen, geen beheer, volgens mij. Gewoon autonomie voor ecologische ontwikkeling zie ik staan. Dus het wisselt een beetje, maar volgens mij zijn er wel veel mensen die zeggen van gewoon weinig beheer, hoewel actief beheer daar ook gewoon in het midden staat. Ik zie het hele scala gelukkig, dat vind ik heel leuk. Dus we kunnen nog alle kanten op. Kan het waterpeil natuurlijk, bodembeheer. Ik krijg allemaal vragen zelf hierover. Dat is precies. Ik hoop dat we ook nog een keer een echt interactieve sessie krijgen. Dit is wel heel leuk. Verbindingen met de Vechte, Randmeer en IJsselmeer. Ja. Dat is een hele mooie. Ja. Oké. Okay. Jullie nemen het mee. Dus. Wij nemen dit mee. Inspiratie. Ja, ik ben hier heel blij mee. Ik dank de publiek van harte. Ik ben blij dat zoveel mensen nog hier actief geluisterd hebben en actief aan bijgedragen hebben. Dank jullie wel daarvoor. En wij zijn ook geïnspireerd en volgens mij het publiek ook. Dus ik geef meteen het woord aan Sascha, want er is een eindeloze reeks aan chatvragen binnengekomen. Ja, de chat ontploft een beetje. Nou, leuk. Volgende jullie tweede mentiegraag over het visparadijs voor wie? Oh, ja. Een heleboel mensen zeiden ja, voor de vis zelf natuurlijk. Oh, ja. Ja. En geeft de vis ruimte om en de diversiteit, zodat de diversiteit kan groeien. Ja. En iemand merkt ook nog op, want dat staat niet in de KRW-maatlat en staat ook niet in Natura 2000. Dus visparadijs voor de vissen. Iemand anders had echt een vraag over karpers. Bij de moerasreset van de Oostvaardersplassen zijn grote karpers uitgezet. En deze persoon vroeg zich af of jullie die ook bij de Markerwallen hebben aangetroffen. Dus of die van de Oostvaardersplassen naar de Markerwallen zijn gezwommen. Dat is een hele leuke vraag. Ja, Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland die heeft die inderdaad een stuk op 70 karpers uitgezet. En dat onderzoek loopt nog. Het rapport is wel, volgens mij al, is in ieder geval beschikbaar. Maar de zenders die karpers hebben, die zijn volgens mij nog actief. En we hebben nu die ontvangers staan op de Markerwadden. Als ik de kans had gehad om dat deze week uit te lezen, was ik nu daar geweest om het uit te lezen. Maar, dat gaan we binnenkort uitlezen. En we weten de codes van de zenders, van de karpers die uitgezet zijn. Dus het is ontzettend spannend om nu te gaan kijken van wat of we die daar tegenkomen. Op jullie ontvangers die wel uitgelezen zijn, hebben ze nog niet gezien, volgens mij. Ik heb de opwinding niet open gehoord. Nee. Ik heb er niks recents over gehoord, maar ik zou het wel verwachten. Het is wel, duiken overal karpers op. Ja. Dus ik vraag me af waar komen ze ineens vandaan, terwijl ze vermoedelijk van het Oostvaardersplassen komen. Ja. Het is een afstand van niks voor karpers. Dus het is zeer waarschijnlijk dat ze opduiken. Dus binnenkort weten we meer, maar het is een hele leuke vraag. Ja. Dat maakt ons nieuwsgierig. Ja, over de zandwindputten, daar
complimentjes over die mooie plaatjes. En er was ook nog een vraag bij van, maakt het uit hoe de zandwindput eruit ziet? Dus hoe diep die is, hoe stijl de taluten zijn in de aanwezigheid van vis en soorten? Dat is vast het geval, maar daar durf ik hier nog niet zo bijster veel over te zeggen. We hebben daar één keer gekeken omdat we daar veel vis zagen. En het is best lastig om te vissen. Zeg, aan de ene kant kun je nou die, met die hydroacoustiek kun je dus de zwemblaasjes tellen en dan zie je grote en kleine vis. Daarnaast hebben we met een soort van kleine zegen dan ook gevist om te kijken van welke soorten gaat het precies, van wat hebben we dat precies in beeld. En dat is vreselijk lastig, want het zijn enorm steile wanden en als je daar net doorheen haalt en slaat je net in de kant, dan gaat je schip ondersteboven. Het is levensgevaarlijk zeg maar om daar te vissen, dus dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. En zeker op 30 meter diepte, hoe doe je dat allemaal? Je kunt amper net naar beneden halen, dan moet je hem alweer omhoog halen. Dus technisch is dat al lastig. Dus wat we weten is dat er inderdaad een aantal soorten echt gebruik van maken en dat het veel is. Dus we kunnen op aardig rekenen van dat veel vis zit daar, zowel grote als kleine vis. Als het om details gaat van ja, welk taluut dan, elke sportvisser die kan je direct vertellen als er een taluut ergens is, dan ligt daar een snoekbaars. En of dat nou in de rivier is of een meer is, snoekbaars liggen altijd een beetje op zo'n taluutje. En hoe stijl dan het taluut zijn, ja, dat weet ik dan ook weer niet precies. Ik kan er wel nog iets aan toevoegen, Joep, want het is wel leuk dat die vraag nu komt, want we hebben, er is nu op het ogenblik een student bezig. Bij het NIO die data aan het analyseren is. We hebben, vorig jaar hebben we elke maand met een fishfinder, met een sonar, zijn we over die diepe putten gevaren. En hebben eigenlijk die sonarbeelden die iets minder kwaliteit dan die 3D-beelden die we op de slide zagen. Maar dan kan je wel zien welke diepte die vissen zitten en waar de vissen zitten. En zij is een vergelijking aan het maken tussen de ondiepe delen, op dezelfde plekken buiten Markerwadden, de kanten van die diepe putten en de diepe putten zelf. En dan ook nog de diepe plekken in die diepe putten. Dus tot de 39 meter diep, 20 meter diep en dan de schuine kanten en de ondieptes. En de eerste data die druppelt nu een beetje binnen. We zijn daar heel druk mee bezig om erachter te komen waar nou die meerwaarde zit van die diepe put. Dus daar wordt aan gewerkt, maar we hebben alleen data van vorig jaar. Dit jaar was het allemaal logistiek wat ingewikkeld. Maar daar zijn we mee bezig. En ook welke tijden in het jaar, in het seizoen, dan die diepe putten van de meeste vis bevatten. Ja. Dus er wordt aan gewerkt. Ja. Maar op die gegevens is het een beetje moeilijk dan bijvoorbeeld te zeggen van welke soort is het dan precies. Ja, welke soort is dan precies, dat weet ik niet. Dus maar in combinatie ook weer met de vissen die een zender hebben, zeg maar. Dus we krijgen allemaal die puzzelstukjes, dat wordt helemaal opgelost op en met een zekere resolutie. Het zal lastig zijn om dat echt precies het ding op de gevoelige plek te leggen. Maar we krijgen wel daar meer informatie over dan nu in elk geval. Dus het is nog weinig naar gekeken. Er kwam ook een vraag over de eiland zelf van Markerwadden, de plas-dras gedeelte. Dus hebben jullie daar al vissen waargenomen? Ja. Kunnen die daar komen? Ja, alles wat buiten dijks ligt, daar kunnen de vissen komen. Plasdrassen, zoals ik neem aan dat bedoeld wordt bij de aalscholverscherm, met kijkscherm, daar is het fijn om diep. Ja, of ook aan de binnenkant, die compartimenten. Maar binnen in de ringdijken, dat kan nog niet. Dat moet eerst open. Ja, die is eigenlijk doorgebroken. Er was een heleboel jonge vis voordat we er daar erg in hadden. We waren verbaasd over dat er vorig jaar al kleine vis tussen die rietvelden aan de binnenkant, binnen die compartimenten stond. Dus zodra je zeg maar water overhevelt, je krijgt een soort van lokstroom. Die jonge visjes die laten zich zo met die buizen, zeg maar, die water inlaten of uitlaten. Daar reageert die vis ook op. Dus. Het lijkt erop dat die gebieden heel snel gekoloniseerd worden. Je hebt niet eens oude vis ervoor nodig. We denken dat we er eigenlijk al vrij makkelijk jonge vis inlaten. Dat was tenminste het idee wat we vorig jaar hadden. Ja, we zagen dit jaar ook dat de water inderdaad, hadden we net gesampled in een van de rietvelden in de haven. En dan is het helemaal stampvol met jonge kleine vislarfjes. En daar werd het water opgezogen om het compartiment te vullen. Dus dan weet je gewoon zeker dat er enorme hoeveelheden larfjes in dat compartiment gepompt worden eigenlijk. Maar de volwassen vissen kunnen er nog voor het grootste deel niet in om daar actief te doen. Onlangs is er een Amerikaanse studie gepubliceerd, volgens mij is het een paar weken geleden nog maar, waarin eindelijk is aangetoond dat vissen eieren maagdarmkanaal van vogels kunnen overleven. Hongaars-Spaanse studie. Ja, dat was het zelfs. Oké, maar dat is ook iets van de mate dat de vogels inderdaad, als het nou bewust of onbewust is. Vis gaat er komen, zelfs als, als wij denken dat ze er niet kunnen komen. Ja, dat komt overal. Okay. Er was nog één, misschien een beetje gevoelige vraag, maar aan onderzoek kunnen jullie daar vast wel je mening over geven. Wat jullie
denken wat de toekomst is van de beroepsvisserij in Markenmeer. Hoe jullie dat zien. Ja, mag jij oppakken. Ja, dat is wel iets, dat zit ik al middenin natuurlijk. Wat ik denk, nou... Je moet beleidsmatig zeg maar welke keuzes daar gemaakt hebben. Dat is het meest lastige antwoord. Het gaat eigenlijk weer om de potentie van waar je het over wil hebben. Zeg maar. Die is er gewoon wel. En het gaat eigenlijk veel meer om van welke randvoorwaarden onder. Wanneer vinden alle partijen dat acceptabel? Het is niet voor niks dat er nu al jaren aan over gesproken wordt. En dat er op dit moment hele intensieve dingen zijn over processen gaande zijn. En veel Tweede Kamer vragen ook van hoe moet dat allemaal, dat de minister ook daar volop mee bezig is. En wat daar op een gegeven moment dan de uitkomst van is, zo van de toekomst van de visserij, van de beroepsvisserij, is ook van wat, hoe zeg je dat, een sociaal-economisch ook op een gegeven moment aanvaardbaar is. Zeg maar. Welke randvoorwaarden, wanneer vinden... hoe richt je dat in? Zeg maar. Er zitten zoveel dimensies aan. Op dit moment zijn er... We hebben net een heel erg goed snoekbaarsjaar gehad. Dat zal het niet direct weer worden. Het zal op en neer blijven gaan. Wat Mark Wad en andere dingen gaan doen, dat is nog wel een beetje koffiedik kijken. Een zekere potentie is er in ieder geval. Maar ik denk dat niemand met een beetje gevoel voor de zaak daar een rozentuin gaat beloven, zeg maar. maar ook het omgekeerde niet. Ja. Het is ook niet zo, er is geen toekomst. Dat geloof ik beslist niet. Dank jullie wel voor je mooie, inspirerende verhaal. Iedereen was in ieder geval enorm attent en druk thuis. Dus echt enorm aangesproken. Er komen nog steeds vragen binnen, maar die moeten jullie dan maar later antwoorden. Ja, dat kan altijd door. Dan gaan we zorgen dat alle vragen ook netjes schriftelijk benoemd zijn. Nou, dank jullie wel. Oké, nou dank allemaal voor jullie bijdrage. Heel leuk. Ja, met jullie te delen. Ja.